Social media, de gift en de curse, zeg ik soms gekscherend. De sociale mediaruimte slash space is een mooie plek om mensen te ontmoeten. Aangezien deze media niet tijd- of plaatsgebonden zijn, kun je op elk moment van de dag, vanaf welke plek dan ook, connecten met mensen over de hele wereld. Het mooie hiervan is dat je met meer mensen waardevolle gesprekken kan voeren. Je kan iets leren van het online bespreken van maatschappelijke issues, zoals inclusie aangaande etniciteit, gender, religie, klasse, leeftijd, seksuele oriëntatie en fysieke en mentale gezondheid. Je ogen worden misschien geopend of jij zegt verhelderende dingen voor andere personen online. Nou, daarnaast kan je natuurlijk ook gemotiveerd raken door het online activisme, zoals het agenderen van meer diversiteit in de media, waardoor deze media ook worden gedwongen om kritisch naar zichzelf te kijken. So you call them out in a way. Maar dan de curse side, de bad side. Het lijkt steeds moeilijker voor mensen om online naar elkaar te luisteren. Het gaat om het doordrukken van een mening in plaats van elkaars standpunten te begrijpen. Dat het niet face-to-face is, helpt natuurlijk ook niet. Wat is eigenlijk de toon van de andere persoon? En heb je ook wel echt een gesprek met een persoon die serieus de conversatie wil aangaan? Of praat je met een troll? Daarnaast kan, door de toch wel beperkte ruimte online, denk bijvoorbeeld aan 240 karakters op Twitter, de context van iemands statements makkelijk verloren gaan. Nou, wat naar mijn mening zou kunnen helpen om het sociaal te houden online of socialer te maken, want daar valt zeker nog wel wat winst te behalen. 1. Wanneer je niet zeker weet wat iemand bedoelt, stel vragen. En ook wanneer een persoon iets zegt waar jij je helemaal niet in kan vinden, vraag dan toch voor de zekerheid van: hey, is dit wat je ermee bedoelt? Zodat je zeker weet dat er geen ruis of dat er zo min mogelijk ruis plaatsvindt binnen jullie conversatie. Nou, volg of probeer althans mensen met uiteenlopende meningen te volgen, zodat je niet in een soort van meningenbubbel terechtkomt. En uiteraard wel binnen een kader wat voor jou gewoon prettig werkt. Nou, realiseer je ook dat niet iedereen is waar jij nu bent. Mijn inzichten van een paar jaar geleden zijn misschien ook anders dan nu. Dat komt misschien ook wel door gesprekken van mensen online. Dus heb ook een soort van geduld voor mensen hun groeiproces. En verder, meningen bijstellen mag. Het lijkt soms alsof je online je vast moet houden aan één mening. Maar ik vind juist van zelfverzekerdheid getuigen wanneer iemand kan zeggen van: hé, zo had ik het inderdaad nog niet gezien. En ja, bedankt voor dit gesprek. En ik denk er misschien nu toch ook anders over. Nou, je hoeft ook niet meteen te reageren op een gesprek of in een discussie. Of te reageren op een gesprek of op een discussie. Als je het idee hebt dat de emoties toch wel hoog op aan het lopen zijn, reageer dan gewoon lekker een dag later, een week later, een maand later. Maakt helemaal niet uit. Ik krijg soms het gevoel dat het online vooral heel erg snel moet. En dat de persoon die het snelst reageren ook het slimst zijn of het meeste afweten van een bepaald onderwerp. Nee, het mag allemaal wel wat langzamer online. En reageer gewoon wanneer het voor jou prettig voelt. Nou, wie weet, help een paar van deze tips jou. En zie ik je binnenkort wel online.